Mayra, what the fuck heb je gegeten? Wat is dit? Oh, heb ik zo iets gegeten? En ook dik ook, niet eens een beetje. Party, what the fuck? Ik had er legit meer kunnen raken, maar... Oh ja, je had er nog meer. Milan is in control. Zoals het hoort. Yo, Milan, zit jij in mijn controltoets? Gast, ga er eens uit, gast! What the fuck? Shoot. Volgende keer zit ik in jouw shift-toets, echt hoor. Zo ga doen. Ja, ik explain it. We weten niet hoe Mario Party werkt, gast. Oh yeah. Ik hoop wel dat er nog karakters bij komen. Ik ben hot. Weet me niet, ik ben hot. Drybones is altijd mijn go-to karakter, maar ja. Drybones zit niet in de game. Spaceland! Spaceland! Nice. Oeh. Oh, nu hebben we de stickers. Hebben we de stickers wel bekeken? Nee, hè? Ik wel. Nee. Oh, ik wel. Of niet? Oh, fuck, weet ik dat ook niet. Nee, ik bedoel, hoeveel stickers je in het vorige potje hebt gebruikt? Zeg maar. Oh, nee. Oh, fuck, ja, daar was ik te laat mee. Let's go! Let's go. Let's go! Oh, bonus stars kon ook op Classic, wat doet dat? Ja, Classic is van de meeste kortings, de meeste minigames en de meeste geluksfactors. Oh. Ah, dat is bullshit. Dat is lame. Baseline, baby! Maar wel vet dat je dat soort dingen allemaal kan aanpassen. Dit is wel sick. Ja. Tot nu toe ben ik echt super tevreden. Over de game. Yes, ik kan weer 300 pixels tellen. Dit is heel ziek. Nee, oprecht, de pixels zijn toch echt te tellen of liggen aan mij? Ja, het is net Black and White van Pokémon. Oh ja, precies. Ja, trouwens, Milan, je hebt mijn grap helemaal niet benoemd. Je grap. Oh, jawel. Ik moest. In de chat van. Ja, nee, die heb ik niet, nee, ik heb hem wel gelezen. Maar ik moest in mezelf moest ik wel lachen. Maar ik zei even het niet. Voor, voor mijn kijkers en zo. Ik zei dus in zijn chat van. Yo, Mario Party. In het Nederlands. Is net zo cringe. Als de Gen 7 games. Namelijk ultra cringe. Ja. Je hebt ultra in de moeder. Hij is grappig. Voor de mensen als die je vertelt, als je het vertelt, grappig. Is hij minder hij is grappig. Hij is nu wel minder grappig, maar ja, hij is wel grappig. Dus als je niet lacht, Jan fout. Wat zou je zeggen? Maar de ultra games zijn ook wel moeilijk. Dus... Wat is moeilijk? Ik moet weer als laatste, wauw. Ik moet als één naar laatste. Nee, als eerste? Nee. Ik wil als tweede, geloof ik. Dat klinkt wel echt. Je moet even op aandrukken. Oh, sorry. Mayra. Woepsie. Peach is tweede. Moet ik ook op A drukken? Nee, je mag op B klikken. X. Anders ja, op, jongen. Ik wou voor de grap X doen, maar X werkte niet. Oh, yo, let's do this. Die is chill. Die wil ik ook. Die heb maar je ik ook. Heb niet zoveel coins. Ik heb maar 500 coins. Ik heb nog dus niks gekocht, Sander. Die staat er gewoon in. Ik steek van deze Sander op. Heel ziek. Oh, ik moet er niet eens op te letten, hoor. Ik wil ook huilen. Nee, ik wil huilen. Ja, nice. Let's do this. Oh, kut. Ik klik op bord. Oh, Numbal heeft ook die bouwtje. Oeh, dat bord is wel groot, hoor. Is het? Oké. Okay. Ja. Let's go. Jordi zou nu zeggen, ja, maar dan. Je weet toch waar je staat, waarom kijk je steeds op die man? Ja, ik wou het niet zeggen, maar dat dacht ik wel. Nee, ik heb iets met die uitroeptekens. Yeah. Oh nee, wat gebeurt er? Nee, Tom. Oké. Okay. Je gaat echt één vakje. Ja, dat komt omdat het daar is. Ja, dat snap ik, maar ik bedoel, zo lelijk is het niet. Nee, klopt. Oh, hij is weer lucky, joh. Oh, hij is weer lucky. Wat je? Lucky. Ik ben ook weer begonnen met Pokémon. Nu bijna level 27. Dat is op zich niet heel goed. Simon weet niet hoe Pokémon werkt. Oh, nee. Oh, weet je wat nog veel erger is? Sander. Weet je wat nog veel erger is? Nou. Dat hij wel naar jouw stream komt, maar niet naar die van mij.
Nee, dat is al 2,5 uur. Een kwalitatief betere stream. Nee, oké. Okay. Simon, je bent zo grappig. Ja, ik ben wel... Rosalina is wel mijn vriendin, dus dat klopt wel. Je mattie. Sander heeft ook geen vriendin, dus dan maar Rosalina. Nou, oh, dan gaat iedereen naar achter. Ik zal even nadeel, voor jullie zeggen... Yo, is dat je vriendin met wie je speelt? Dus ik zeg, ja, ik ben Rosalina, haha, vriendin, haha. Nee, ben ik dat zelf. Dizzy Dancing. Ik wil niet heel veel zeggen, maar Sander heeft wel een minderjarige vriendin. Want Rosalina komt uit 2007. Baba. Het is smerig, Sander. Hallo, kan dat? Hoe werken deze controls? Zullen we gewoon starten? Nee. Oh ja, doe maar. Nee, dit is net als die ene. Milan, jij weet welke ik bedoel. Die ene waardoor ik al mijn coins verlies. Dat is daar is de controls van. Ja, er is zo'n Bowser minigame. Dan word je gespind en dan moet je naar de uitgang lopen. Maar dat kan ik dus nooit. Ah, zie? Dat zeg ik al. Dat kan ik dus nooit. Damn it. Je bent zo slecht erin, hè? Niet toe. Wow. Hij wil meteen weer die gevoelige onderwerpen aansnijden. Jezus, we zitten hier gewoon aan het stellen. Potje Mario Party maar, te doen. Sander, daarom moet je dan gewoon die vragen negeren. Dat doe ik ook altijd. Daar ben ik heel goed in, hoor. Ja? Even kijken. En toch... Hé, hey, en wie zei er net hoe? Ik ben er ook slecht in. Die heeft gewoon gewonnen met 8 punten. Ik vind het wel grappig dat de gast waarmee je mee opneemt is juist... De gast die het meest controversieel in de wereld is. Wie jij? Nou, ik bedoel eigenlijk Justin, maar ik wil die titel ook wel op me nemen, vind ik helemaal Justin, niet erg. Ja, maar vind ik leuk. Justin, dan moet je gewoon, ja, ook niet naar luisteren. Ik negeer dat ook gewoon altijd. Hey, tweede dan, Simon. En Myra, je bent aan de beurt, hè, dat weet je. Oh, mm-hmm. Je denkt zeker dat je Donkey Kong was. Maar Simon, Raichu is wat level 30. Wat dit? Dus dat is de derde gym. Dus oké, eerste gym was een beetje overdreven. Maar in de derde gym moet je echt wel level 27 zijn, gast. Anders ga je er niet wat, redden. Wat doe je met deze guy? Geen idee. Ik zou zeggen, probeer het. Jason, let him go. Hmm. Nou, weer een sniffing. Doe we gewoon even een YOLO. Ik denk dat ik... Ik denk dat hij iets gaat doen wat geen nut heeft. Maakt niet uit. Nee, nee. Dat vind ik alleen maar leuk. Hij lijkt wel politie. Ja. Popo's. Dus wel ook popo's. Maar ik denk dat ik mezelf in de weg zit met die kutpoppetje. Maar... Nou, ik denk niet. Jason klinkt alsof het iets met ons te doen heeft. Dat wel. Out on patrol. Ach. Ik ben zo blij dat ik als laatste ben. Oh. Hè? Huh? Never mind. We gaan nu nog verder. What? You're welcome. Is dit voor een level? Graag gedaan. Deze is helemaal niet zo heel leuk. Nee. Ik heb deze op favoriet gezet. Deze is helemaal niet leuk. Ik wou net zeggen van, kan je ook... Niet het level gekozen. Op dit man. Ja, ik wil gewoon alle levels doen. Dus ik heb gewoon de tweede level gekozen. Oh, wat sick. Yo, space. Ik ben ook geen spaceman. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Nu nog minder. Ja, dat is. Ik ben geen spaceman. What, yo? What the fuck? Yeah, 70 coins? Daar doe ik het voor. Holy shit. Dat is wel echt, hè? Dat is ziek. Ja, dat zijn keuzes. Die je moet maken. Kijk, weet je, in principe maakt het niet uit. Want het is 21, dan ga ik eentje achteruit. Het is 22, en dan ga ik er geen achteruit. Kan ik de map checken? Ja. Oké. Okay. Ja, ik zou naar links gaan dan, denk ik. Kan ik. Dat is wel die. Op de kaart. Nou. Ik weet niet of je dan naar onder mag. Op de kaart. Sander. Ik weet niet hoe dat zit in het midden. Dus ik ga het zo doen. Nee, let him go.
Only know you've been high when you never go. Na 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 na. Ik ken dit niet goed genoeg, maar... Oh, je kunt speed up! Hey, thanks! Nice. Thanks. Wie doet de trio trio trio? Dat mis ik. Weet het, Myra die doet een Twitch Prime subje. Oh, ik moet trouwens even iets checken nu je het over trio dan, trio trio hebt. Dan wordt het tijd om bij Waar staat die? Oh, daar. Steden. Oh, ik weet niet of je in deze channel nee. zit. Oh, doe ik, huh? Sander, je bent... Dank je. Wel op blijven letten, Sander. Je kan het. Wat was je? Nee, ik klikte per ongeluk op het verkeerde knopje. Die hoeft hier niks te doen. Yo, 16, what the fuck, gast? Hoezo doe jij zoveel? Oh, jij deed net 17. Ik weet niet wat er aan de hand is met je, maar... Zo. So. Nou. Oeh, dan gaan we weer met z'n allen tegen elkaar. Dat is een gevoelig puntje dat je daar aansnijdt. Dat is okay. Niet chill. Oké. Ik probeer nu even nog opnieuw. Wat is de inzet? Niet al te veel, want anders kan Munty er alleen maar aan verdienen. Oh. Kan best doen. Ja, dat snap ik dat je best gaat doen. Ja, wel. Toch? Sander heeft ook nog een dus. Ik moet wel winnen. Ja, ik ook. Snow World. Nee, jij niet. Roll car. Nee, jij moet niet winnen. Oh. Huh? Oh, ik moet tellen. Ik pak die 2. Dit is echt vet. Oké, got it. Let's go. Het ziet er in die boxen dan ook bommen. Ik had eens te ver. Te veel. Dat is de grote vraag. Maar volgens mij kunnen het van allemaal beesten zijn. Oh, het zijn... Nog steeds bommen. Wow. Die dozen, zit daar ook wat in? Oh, maar nu zijn er ontploft. Oh, nu klopt het niet. Ja. Hey. Oh, lekker Munty. Nice. Yo. Munty, dit is echt een vette minigame. Nice. Wauw, ik ben er gewoon coins op verloren. Wat is dit voor ons? Ik ben tweede. Ja, nou. Hoor je me niet, gast? Hoor je me niet? Oké. Munty is de grote winnaar. En dat vind ik gewoon niet hard. Nice, nice. Oké. Later Skater. Pumpenbal. Nee, Pokepummel. Dit wordt een mesje. En wat is Pokepummel? Oh, dat is A-mesje. Oh, die. Oh, okay. Dat is het enige wat je moet doen. Oké, nou ja. Deze ken ik. Maar dit zijn toch helemaal geen Pokémon? Dus waarom heet het dan Pokémon? Ik weet niet wat dit voor beesten zijn om weer te zijn. Pokepummels. Pokies. Pokie. Ik ga echt wel mijn eigen op opnemen. Jezus. Fuck. Oh, what the fuck? Oh, maar daar gaan we hier. Tidi. 6.46. Zo. Oh, ik ben kapot van het mesje. Ja, ik ook. Ja, dat was. For real. En bam. Ja, ik niet, dan heb ik ook niet gewonnen, denk ik. Deze game ziet er ook echt zo mooi uit. Dus ja, echt, hè? Nee, ik weet weer genoeg, Maya. Dat, Sorry, ik kon niet kiezen. En dan nog sorry zeggen. Ja,
Hier, zie je, dat maakt echt wel uit of je hard drukt. Yo, Wopski! Maar moet je spammen, ja toch? Ja. Auke. Oef. Mm. Leuk dat je kijkt, Wopski. Nee! Dat wil ik niet. Dit wil ik echt niet. Ah, dat is zeker lek. Nou, ligt eraan wat er gebeurt, maar. Bowser minigame, wat is dat nou weer? Gaan we niet opstaan? Oké, wat is dat? Nee, we gaan het doen. Volgens mij gaan we dan van plek wisselen. Of coins? Of al plek wisselen? Wat? Oh. Ja. Ah. Oh, sta ik daar? Oh, plek wisselen best. Oh no. Nou. Dan weten we dat ook weer. Ik ben even aan het afvragen of ik deze baan leuk vind. Dit is even. Ik vind hem nu al irritant. Ja. Ik vind hem al lachen. Ik heb echt geen ik heb echt een gevoel dat we echt niet opschieten. Doe niet chasen, mag om nee hè. Als we weer naar achteren worden gedouwd, hè, ik smeer dan. Oeh, een item space. Oh, nice. Oh my. Jump to a barrel. Oh, hier heb je zo'n skeleton key. Dan kan je een bepaalde kant op, zeg maar. Ja, zo heet dat, een skeleton key. Dat is een soort een loper. Moet je een afdraaien of zo? Even kijken. Het heeft een soort van, ja, hoe noem je dat? Zo'n ribbon op zijn voorhoofdje. Het ziet er heel schattig uit. Let's go! Hoe sta ik hier? Wat? Heb ik iets gemist? Nee, ja. Wat? Heb ik iets gemist? Hoe sta ik hier? What the fuck? Ja, dat was net een Bowser Shuffle. Oh, dat heb ik helemaal gemist. Ja, mijn sound alert deed het niet, dus ik zat daar met de kloten. Waarom ik steeds? Nou, nee, ze moeten ze altijd mij hebben. Bruh, je hebt toch gewoon meeste coins, daar ga ik gewoon op af. Zo, mijn elf. Dus ja. Heel kut dit. Ik snap niet waarom mijn sound alerts het niet doen. Hier ga ik dus echt heel slecht op. ik weet ook niet hoe ik... Kom bij... Ik zal erop letten, hè. Kom ja, op, weet ik. Aan het. Ah. Als het goed is. Manner of Escape. Oh, dit is een Mario Party 10 minigame volgens mij. Oh nee, 9. What the fuck is dit? Je moet zeg maar elke keer een deur kiezen en dan uiteindelijk moet wie het eerst beneden is. Dat is eigenlijk het idee. Dit is best wel een leuke minigame. Het is gewoon een beetje kijken wat de rest doet. Maar dit is dus een beetje random. Moet naar beneden of zo? Of? Ja, gaan we beginnen? Ja, is goed. Ik snap hem nog steeds niet, maar... Je moet ik ben al bijna beneden. Kom op, Sander. Ik ben beneden. Maar ze nou, jij mag nog op practice. Even checken of die het doet, hoor. Ja! Hij doet het, hè? Oké, nu kan ik weer vol focus. Dat is naar boven. Ah, Joshi heeft hem alweer hoor. Oh, ik ben tweede. Heel ziek. Hey, Wibinski. Leuk dat je... Wibinski is het trouwens. Nee, het is Wiepski. Wiepski? Oh. Ja. Wiepski. Wiepski. Sorry. Ik ben slecht met namen. Don't blame me. Don't shoot me. Blame the messenger, toch? Of zo? Tuurlijk, Sander. Dat is hoe het gaat. Kan ik niks aan doen. Dat was het eerste was. Spreekwoorden en spreekwoorden. Gast, kan ik niks aan doen. Die 5. Wat betekent die 5? Nee, ik heb net niet... Nog coin. Nou, ik mis 1 coin. 5 in het midden vind ik eng. Oh, vijf in het midden. Je mag er een aantal keer langs lopen, zeg maar. En degene die het laatste erop komt, zeg maar, dan gebeurt er iets. Maar ik heb geen idee wat. Ja. Yeah.
Ja, wat is die 5 inderdaad? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Yo, je hebt een item. Wist je dat je die kan gebruiken? Want je hebt het spel nog nooit gespeeld, volgens mij. Wel grappig, want in Super Mario Party zijn missions maar plus 3. Ja, maar Super Mario Party was ook echt gewoon niet oké. Kunnen we het niet hebben over slechte games? Nee. Nee, is goed. Ja, maar Super Mario Party kun je ook niet selecten als favoriete game. Wat ook wel logisch is, want dat kan ook gewoon niet je favoriete Mario Party game zijn. Maar... Nee, maar dat tellen ze ook niet als main series Mario Party, denk ik. Hebben jullie in Nederland nog veel last van corona? Nou, volgens mij lopen de ziekenhuis opnames wel weer wat op. Dus, maar voor de rest, ik heb geen idee, weet je. Alles gaat wel weer gewoon zijn gangetje, dus boeien. Totdat er ineens een persconferentie is, dat ik denk, heeft Mark gezegd dat dit niet mocht? Oh, oké. Okay. No, ja, dinsdag is er weer een persconferentie. Hier, hier, precies, dat bedoel ik. Is zo'n item bag... Waarschijnlijk ben je niet naar school en zo. Nou, ik kan me nu achter. Volgens mij krijg je dan twee extra items erbij. Ja. Oh, ik dacht dat is echt een OP. Plunder chest. Die is... Yo, munt, die gaat echt goed. Daar mag het niet genoeg voor een ster, dus... Nee, nou, dat maakt niet uit, man. Dat boeit me even niet. Ik vind dat jij goed gaat, dus je gaat goed. Punt. Ja, zo. Zo. God, ik hoor vuur. Piepiew, piepiew. Not vuurwerk. Oh yes, vuurwerk. Ja, bij ons dorp zijn ze echt bezig met vuurwerk elke dag gooien. Dat is echt verschrikkelijk. Waarom nu al? Oh nee, nu moet ik opletten. Oké. Welke wil ik voor, dat is allemaal voor de Shine Sprite verjaardag, snap je dan? Oh ja. Ja, nu ben ik hem kwijt. Niet opletten dit keer. Ah, dat is de tweede. Oké, dat is ook goed. Waar zat de derde nou dan? Heb ik niet opgelet waar de derde zat. Oh, die zat links onderaan. Nee, oké. Okay. Luigi time. Yo, hou op met je Luigi. Niemand houdt van Luigi. Zegt de guy die altijd met Luigi speelt, maar dan moet je niet. Wauw, kan ik alleen omlaag? What the fuck? Ja? Oké. Okay. Ah, oh, misschien is daar die 5 voor. Ja, die 5 is ook... Nee, ik volgens mij kon ik niet... Ik denk dat het bord op een gegeven moment aanpast of zo. Ja, het bord geeft aan wat de slimste kans is om heen te gaan. Oh. Oh, hoe doe ik? Oh, drop hem met B. Oh, fuck dat. Shit. Waarom doe je dan die Bowser Jr. pakken, Milan? Nou, ik zou het niet weten. Wow. Kan ik alweer mijn favoriet doen? Die is nu helemaal niet meer relevant, maar zo net 5 minuten geleden was die relevant. Kaboom. Oh man. Nee, de trio, omdat jij een subje kreeg. Toen hadden we het erover. Skewer Scurry. Ah ja. Oh, Skewer, is dat met die... Wat is dit? Oh, deze is leuk. Ik snap hem. Dat is Mario Party 10. Oh! Oeps. Oh, je moet kijken, oké. Ja. Nee, ik snap. Alleen volgens mij is deze echt OP voor als je alleen bent. Ja, ik denk het ook. Hier, hoe ga ik dat ooit halen? Dan moet je echt snel halen zijn, ja. Oh, kut. Ja, succes. Dan ga je niet halen, want je zit vast daar. Dat is wat ik gaf je een kans eigenlijk, maar... Dit is de meest gekste drie dingen die ik heb. Waarom is het altijd zo dat 1 tegen 3 altijd iemand fucking OP is? Ja. Het is altijd het zo is nooit eens een keer is vaak. Balanced. Waarom niet? 1 tegen 3 is sowieso niet balanced. Nee, ze kunnen ik... de minigames balancen, maar dat gebeurt wel eens, maar niet heel vaak. Stop wel. Oh ja, ik snap het. Jemig, oké, ik snap hem, ja. Ja, maar waarom? Waarom dan? Huh? Waarom? Oh nee, ik was even aan het kijken, was met die dingen. Wat waarom, maar waarom? Dat je laat zien wel je het beste kan kiezen. Nee, je kan alle kanten op, maar ja.
Ligt een de computer beetje. Zegt altijd de beste kant is om waar je naartoe gaat. Hoe werkt dit? Ja, je moet vaart maken, zeg maar. Door je moet vaart maken? Ja. Fuck sick. Nou ja, maakt niet uit. Here we go! Let's go! Wat is die, dat ding, ja, dat ding. Dan stel je een item van iemand, dat stond er net bij. Ah, oké. Okay. Yo, Mushroom, die ken ik. Dat is van Mario, toch? Ja, Sander. Ja. Hey, sorry hoor dat ik zo slim ben. Kan ik ook niks aan doen. Mhm. Ik ben wel blij dat je het bevestigt. Oeh, ja, dan wordt betalen, Sander. Betalen! Huh? Hoezo ik? Hoezo Sander? Oh, sorry. Ja, nee, nee. Minty, sorry. Je hebt niet eens 3 coins. Oef. Dat hij een item moest geven of zo. Dit is Sander. 3. 7. Oh. Wee. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als je op 0 komt te staan. Dan gaan we naar de aarde toe. En dan is het een leuke map. Hoop het. Yeah. Ik ben nu ook gewoon voor niks aan het haten op space, maar... Ja. Kan maar gebeuren, gast. Oh, precies space voor de niet ster, noise. Oh. Er is nog genoeg over ook nog. Zeker. Nee. Oh, jawel. Ik kijk bij het verkeerde. Ja. Niet handig. Tip, kijk niet bij de verkeerde. Oh, thanks for the... Dat is voor jullie hoor, dat ja, ik ben jullie ook een beetje aan het helpen, want ja, ik zit toch al laatste, dus boeien. Boeien, ruur, boeien. Oh, daar wil ik naartoe. Mag ik daar naartoe? Nou, ga daar naartoe, zou ik zeggen. Yo, ik heb niet genoeg geld, gast. Waarom zou ik daar naartoe gaan? Waarom ga je nou zo doen? Nou, fuck. Echt deze man. Jij bent echt een lastige jongen, Sander. Laat hij zo doen. Hey, 10 coins. Oeh, dubbele coins, Moonbeam! Parasol Plymouth. Nee, Bill Blasters. Oh, ik heb trouwens... Oh, deze is leuk. Eens even kijken, hoe werkt dit? Ah, ik ben niet verschil, dat weet ik wel. Oh, dit is kut, want dan sta je even stil als je schiet. Oeh, ik heb je geraakt. Ja, precies. Oh, got you. Ah, nee, dit is kut. Ja, nee, dit is kut. Deze ga ik verliezen. Maar dat maakt niet uit, weet je. We hebben wel lol. Want dat moest van Toad ook, daarom... Ja, verloren. Wow, yo, Sander meteen haten. Oh, nee, oké, okay, leuk. Leuk, jongens. Dat jullie... Leuk ja, dat jullie lekker, mij... boys. Nee, oké. Okay, jongens, ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Hé, hey, niet op mij. Ja, dit is wel leuk. Ik kan niet aimen. Dat is echt. Ah, die gaan er langs heen! Deze is wel intens. Fuck. Ja, deze is echt intens. Ik ga steeds mis. Oh mijn god. Oeh! Auw! Kijk, kom. Oeh! Lekker, Myra. Maak ze af. Nu die munt die nog. Nee, ik ben schild! Ja, maar deze is op... Ik vind deze oprecht lastig, hoor. Ik vind deze echt lastig. Hoe dan? Het is verschrikkelijk, want je kunt dan 3 mensen raken, maar op een gegeven moment kun je ook gewoon geen mens meer raken. Oh. Je was zo close! Ja! Nice! Ja. Fuck dat zijn dubbele coins, hè? Oh, oeh. Dat vind ik wel leuk.
Dat snap ik. We love them coins. Ja, wel een beetje geld. Hey, nou, dat vind ik wel een beetje geld. Dat zei hij niet. Oh. Nee, dat zei ik niet. Oké. Okay. Dat zei ik niet. Maar dan legt het niet dat aan mij. Dat zei ik echt niet. Holy shit. Holy shit. Nee, oké, okay, je hoort wat je wil horen of zo, toch? Oh. Blijkbaar. Ah, net niet. Heel sad. Ja. Maar ja, Sander heeft wel genoeg coins. Dat is ook heel sad. Gelukkig wel. Op rood, Ja, ik zou het wel gokken, maar... Als hij op de uitroepteken komt, gaat dus hier bij deze niet, hè? Of wel? Daar niet, nee. En de kans dat Sander zoveel gooit is ook nog niet heel groot, zeg maar. Want dat is best wel... Ja, trouwens, hij heeft wel twee van die dice blocks. Dingen, ja. Heb ik game aangepast, hoor. Sorry, ik kan nog een Mystery Dungeon staan. Dat is niet... Mystery Dungeon. Ja, dat is het laatste wat ik gestreamd heb, dus... Oh my... Oh, jij hebt wat kut. Oh, wat kut. Let's go! Oh my god. Oh my god. Ik hoor haar stem niet. Nou, oh, jammer. Let's go. Vind ik ook. Ik kan Milan hem nadoen. Ja. Dat kan ik hoorde ze net van wel. Is wel meer dan 11. Let's go. Yo, nee, niet 10. Ah, 3, zo leuk. 3 coins, wat een naaierij weer. Nou, je wordt zo boos van, hè. Je hebt er nog 20 over, lul niet. Als je nou 1 coin meer moest betalen, dan had je niet gesloten. Ja, dat was een lul. Dus nu heb ik precies 0, dat is toch kut. Dat is gewoon kut. Ja, ik zou hem dan niet kopen, dan heb je nog 20 coins over. Ja, je hebt gelijk. Ja, dan had ik eerst gestaan. Dan had ik en een ster en die 20 coins. Huh? Oh, als je op nee... Terug krijg je die ster ook niet, what the fuck? Wat, werkt het zo? Raar? Oké, okay. Crazy. Vermoeiend. Yo, ik heb die sleutel niet, waarom heb ik die sleutel niet? Koop even zo'n sleutel, Sander. Oh, daar is die sleutel voor. Yo, weet je wat ik heb? 0 coins, dus dat kan helemaal niet, gozer. Ga je me nou lopen pesten? Milan pest me, help. Ja. Mam! Oh my god. Milan, jij wordt ook nog genaaid zo, denk ik. Ja, misschien wel, hè? Niet uitroepen, want dan denk je straks dat ik echt... Moet ik gewoon ingooien, dan word ik niet genakt. Ik heb eigenlijk geen keus. Ik kom er sowieso langs. Ik was eigenlijk either way genakt. Item shop. Nee. Yo, skeleton key, die moet je kopen. Milan, ik zei nog zo, die moet je kopen. Oh, weer 1 tegen 3, bro. Oké, okay, we maken het nu al. Ja, ik bedoel een goede 1 tegen 3 en niet zo komen. Nee, maar 1 tegen 3 is heel vaak Rick voor de 1. De oh, deze is leuk. Oh, maar hier wat ben moet ik... Doen? Ja, je moet die ander pletten. Je moet hem squeezen, zoals ze dat zeggen. Ja, heel goed. Oh, je moet mij squeezen. Oké, okay, duidelijk. Die is leuk. We moeten Josje squeezen. Ja. Oh. Oh! Oh, dat is kut. Ik ben hier in mijn eentje echt heel goed in. Waarom deed ik dat? Nee. Doe ik zo de bio, waarom? Oh! Ja, je bent goed. Oh. Los van. Oh. No. Ga heen. Oh, nee. Ga nou heen. Ga nou heen. Ja. Wauw. Zo jammer dit. Dit telt niet, want in trial hadden we gewonnen, dus... ja. Ja, dat kan ik ook wel zeggen. Wat is dat voor onzin? Nee, in trial hadden we gewonnen, dus... Nee, dat telt niet. Almi, nee, oké. Okay. Die heb ik net gehaald. Die moest ik hebben, die sticker. Almi, jongen. Oh, ik ben wel weet je de lul, wat je denk met die Almi? De pot op. Jee. Ga jij maar. Hier, ik hoop dat het gewoon al je coins kwijt. Ik hoef het helemaal niet. Ik hoef helemaal niet naar de pot. Het is wel gezelliger dan hier. Trouwens, wat moet je nou doen? Ik kan niet zien waar ik op uitkom. Oh. Dat is kut. Wacht even. Heb ik niet welke kant wil je op? Losers. Welke kant wil je op? Nou, ik wil die kant op, denk ik. Oh. Don't kill me, please!
Boom. Al je coins kwijt. Yo! Echt alles kwijt. Ik denk het wel. Ik denk dat ik het allemaal kwijt ben. Bowser charging. Kapot maken. Bowser charge beam. Boom. Nee. Coin beam ook gewoon. Heel ziek. Nee. Meen je dit nou? Wacht, ben jij nou niet gereikt? Ik dacht die mij zou raken. Oh fuck. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo slecht. Dat is dus eigenlijk gewoon helemaal niet zo slecht. Wat een kut game. Wat een kut map. Ik wil deze map helemaal niet. Kunnen we niet een andere map doen? Na deze map gaan we een andere map doen, Sander. Ja, alsjeblieft. Dank je. Maar niet de eerste map. Nee. Je moet die Bowser Jr. hier volgen, hè? Dat weet je. Op zich is dat een goede manier, want dan heb je sowieso altijd wat. In dat opzicht. Oh, dus je zegt dat Bowser Jr. niks is? Nou, grapje. Ja, dat zei hij, ja. Zo is hij. Altijd mensen uitsluiten. Ja. Weet je, als je klein bent, dan tel je niet mee. Daarom tel ik ook niet mee. Oh, jij bent wel zo'n kleine jongen, ja. Ja, ik ook. Ja, ik heb hem nog nooit in echt gezien. Welke jongen? Zo shamen. Wat de fuck? Deze man. Nou, ik ga Milan bannen. Nee, want dan moet ik hem weer ook in modden. Dus dat ga ik niet doen. Maar heb ik nou prong? Je hebt een skeleton key gekocht. Oh, heel ziek. Nee, dat is de bedoeling, bedoel ik. Dat is de bedoeling. En dan hier, nu 20 toch coins, hot slots. Oh, nog een skeleton key. Ah, dat is zo jammer. Ja, maar. Dat is zo jammer. Ik haat die stickers nu. Ik ben wel echt blij dat Rosalina in de game zit, man. Oh, dit is kut. Ja, die is leuk. Ja. Ja, zeg dat wel. Zo. Nee. Je kan de ster nu niet kopen. Oh, boe. Sander, doe eens aardig. Dat deed ik toch? Ik leefde met je mee. Hallo ook nog. Gast, ik laf met je mee, want ik deed helemaal zo van, oh. Tuurlijk. Zielig. Als je het zelf gelooft? Ik zelfs. Oh, hey, nice. Is, woehoe, dat doe je dit alleen als je echt zielig vindt. Dit is wel nice. Dit is heel kut. Waarom ben ik geen twon dat had je dood kunnen maken? Nou ja, en zodat je coins verliest, bedoel ik. Leaf. Verder nou. Bedoel ik een... Ja, Leaf is leuk. Oh, dit is ook leuk. Dit is volgens mij honkballen. Honkballen? Ja. Oh, hier ben ik slecht in. Met gelijk wel elke bal. Deze heb ik al een paar keer gedaan op de computer, alleen toen zat er altijd de delay in. Weet je dat nog, Sander? Ja, dat... Ik zeg toch ook, hier ben ik slecht in. Mijn timing is... Oké, let's start. Trash. Ja, bruh. Ik heb al op start gedrukt, gast. Oh, sorry. Ga je nu shamen? Kijk, dat werkt gewoon. Dat hoeft niet. Nee, dat werkt. Wauw, wat kut. Ik heb er één. Waarom ben je zo slecht? Ik ben echt slecht. Oh, mijn timing is echt trash. Aan mij ook, joh. Nou, ik kan net zo goed stoppen, gast. Ik heb net wel geraakt. Ah. Ik heb net iets te vroeg. Wat is het? Mayra, what the fuck heb je gegeten? Wat is dit? Oh, heb ik zo? Ik was en ook dik ook, niet eens een beetje. Party, what the fuck? Ik had er legit meer kunnen raken, maar... Oh ja, je had er nog... Oh, ik had er meer kunnen raken, is zo makkelijk en jullie zijn gewoon losers. Weet je wat het ding is? Je moet gewoon naar het geluid luisteren. Dan weet je wanneer je moet klikken. Cheaten, no, dus. Nee, okay. Want ik heb ook geen. Ik heb oprecht geen geluid, dus dat is wel kut. Nee, ik heb ook bijna geen. Eén, fuck sake. Ik heb wel weg met mijn dice de hele tijd. Maar je krijgt nu wel een gouden buis. Oké, geen gouden buis. Oh, doe het weer. Yo, change jump whistle. Wat is change jump whistle? Oh, dat is wel ziek. Ik weet wel wat het is, denk ik. Ik weet niet wat het doet, maar ik weet wel wat het is. Change jump whistle. Ah. Jammer.
Mushroom. Mushroom. Oh, die heb ik al. Die hoef ik niet hoor, want daar ben ik te goed voor. Sander, doe eens aardig. Je bent gemeen. Ja, hij is echt gemeen vandaag. Nee, ik ben heel lief. Ik ben zo'n cutie guy. En ook nog eens munt in de ring. Dat is zo goed. Waarom doet Munty niks? Is hij dood? Munty is Gonzo, denk ik. Ik denk dat hij dood is. Oh. Ik heb hem ook al even niet meer gehoord. Ja, yeah, same. Munty? Oh, daar is hij. Oh. Munty is live. Hij is gewoon geconcentreerd, is hij gewoon. Ik wou net zeggen, ik kom wel naar je begrafenis. En als je dat niet oké vindt, dan jammer dan. Maar gaat hij zo doen? Hey, you don't have 5 coins. Oh, oké. Okay. Sander, doe even zijn share kopen. Ja, maar het vervelende is dus, deze achievement heb ik al, doordat ik net die starpipe gebruikte. Oh ja. Oh! Oh, ik kan don't unlocken. Viewboard. Waar ga ik naartoe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoe ziet Rosalina eruit als ze de map had? 6. Dat gaan we doen. Unlock die bitch! Oh. Oh nee, dat is zielig voor de gate. Sorry gate! Ik vergeef het me! Ik wou zeggen, ik vergeef het je. Maar... Oh, dat is ook zo'n boe! Boe. Ja? Boe boe! Dat was wat chill. Boe. Hé, kom eens hier, ik wil nog wat coins van je stelen! Zei boe toen. En toen deed Josh. Je moet even op je verder drukken, Myra. Oh, ik let en toen was Sander heel blij. Doe even 20. Niet wegschoppen. Jezus, Mino. Daar heb ik echt op een schaal van 1 tot 10 niks aan. Dan zeg ik. Ik wel dan. Ja, jij wel. Ja, ik denk het niet. Wat zeg je? Nani? Nani? Andayong. Oh. Sander. Sander is AFK. Dat is kut. Dat is kut. Ga ik dit doen. Wat ben ik... hoezo ben ik niet te horen? What the fuck? Je bent wel te horen, maar duurde even voor dat wat gebeurt. Ja, nee, ik moest even kijken, gast. Moest je even kijken? Ja, ik ben niet goed in kijken. Gaan we dan niet op de kaart kijken. Op de kaart, op ik zat wel op de kaart te kijken, maar het duurt even. Het duurt gewoon even. Nice. Oh, ik zit niet op te letten. We hebben het allemaal. Ik ben net als mij. Ja. En meer. Kan haten. Ik weer de ster niet kopen? Ja, je moet even chase hem doen. Dan kun je dus de volgende keer. Dan krijg je 5 coins, hè? Lol. Dan krijg je 5 coins, dan kun je die ster kopen. Oh. Oh, zo werkt dat niet. Oh, jammer. Oh, je moet 5 coins inleveren. Oh. Ja, dat wist ik niet. Oh, wist je dat nog niet? Niet weten. Nee, maar dat kon ik ook niet weten. Oh, nice. Ik krijg al die coins omdat ik daarop kom. Ik wist dat sowieso aankomen. Dikke party poppen. Yo. Ja, ik zou die van mij willen pakken, maar ik ben niet op tijd. Snow World? Nee. Hammer? Oh, nee. Trace. Klinkt wel leuk. Wat is dit? Ja, dat heb ik wel vaker. Oh, deze is van Mario Party 4, ja. Ja, die gaan we doen. Ja, alsof we keuze hebben. Die gaan we doen. Deze gaan we doen. Let's alsof go. We niet. Alsof we konden kiezen van, nee, deze doen we niet. Alleen in Mario Party 4 was hij wel anders voor mijn gevoel. Volgens mij ging het beeld dan vanzelf. Ja. Dan moest je alleen maar bewegen. Ja, gaat nu het beeld niet vanzelf? Ik moet zeggen dat mijn... joystick echt zo kut vind. Ik heb echt mijn Pro Controller moeten pakken. Ja, jullie gebruiken Pro Controller. Dat is hetzelfde als doping, hè? Dus dat wil niet. Ik gebruik ook een Pro Controller. Ja, dat is doping. Dat telt niet. Nu heb ik gewonnen. Natuurlijk, Sander. Nee, dat vind ik kut. Yo, hoe... Ik denk dat ik... Mijn fout is dat ik te snel wilde. Omdat ik inderdaad gewend ben dat hij wel op tijd gaat. Ook.
Toch? In de eerste game ging die ook echt op tijd. Nou, niet op... Ja, kan. Of, dat kunnen. Voor mijn gevoel was... Nee, het was een sidescroller. Ja, het was een sidescroller, ja. Dus als je dan achterliep, dan trekte die je gewoon mee. Ja. Ja, dat... Dus ik wilde dat voor zijn, maar dat hoeft dus niet. Dan weet ik voor de volgende keer weer. Of de... Serieus? Nee. Cheminee. Verdorie. Chippies. Hé, hele pindakaas. Nou toch. Oh, wat jammer. Dat, zo willen wij dat horen hier op Milan kanaal. Zodat je dat maar weet. Loopt hij nou weer vast bij mij? Ja, hij loopt dat weer vast. Dat meen je niet. Net ook al. Hé. Hey. Ik kan maar één ding hierop zeggen en dat is... Oh, moeten we dit hele ding ook weer opnieuw zien? Oh ja. Oh, dat viel wel mee trouwens. Want jij oh, was kut, sorry, aan mijn begin. Controller. Ja, joh. Jij was aan het begin, dus dat maakt niet veel. Als ik nu weer ingooi, ja, ik zweer. Dan zijn rolls wel... Nee. Ik weet niet waar ik op uitkom eigenlijk met dit... Oh, dus dan had Jordy niet gelijk met zijn rolls predetermined? Yo, Cody Skeleton Key, dat is funny. Dat heb ik ook gedaan. Oh, maar dit is geen deur meer, of wel? Nou, en dan mijn, hier wel. Misschien komt het nee, maakt er ook niet, helemaal niet uit of er een deur is. Het gaat gewoon om die Skeleton Key. Die is gewoon goed. Die is mooi. Welke kant gaat hij op als ik dit doe, eigenlijk? Oh. Als je dit wel doet, en je komt dan ben ik de lul. Of... Nee, en je komt op zo'n uitroepteken, dan word je zeg maar naar de andere kant op gejaagd. En als je dat niet doet en je komt op een uitroepteken, dan word je weer deze kant teruggejaagd. Oh, oké. Okay. It's a risk. Risk you're not willing to take. Risky. Yo, versus minigame. Oh, dit weer. Nee, voor minigame. Oh nee, net voor een ster. Ja, ik vind het echt. Oh, jij krijgt er ook gewoon 3 bij, what the fuck? Ja, maar ik ook. Op zijn minst 5. Ik denk dat er ook niet veel minder als 5 kan gaan. 7. Nou, beter dan 20. Oh, dat is kut. Volgens mij kon je ook iets van 20 of zo. Ja, klopt. Booksquirm. Booksquirm! Ja, ik weet niet wat dat is. Die is leuk! Die is leuk! Echt? Ja, je moet eigenlijk gewoon in die gaatjes gaan staan, dat is het. Ik wil deze doen. Ik wil deze doen, boys. Waarom duurt het zo lang? Ik wil deze gewoon doen. Zo kun je ook zo'n klein scherm hebben eigenlijk. Voor dit soort dingen. Wil je niet gewoon op full screen mode? Ik zit op een switch light. Ja. Dat is een handheld. Ik wil niet haten, maar... Oh, nee, verkeerde kant. Oh. Aan de ene kant dacht ik van, nou, ik wil wel een switch, maar toen dacht ik van, fuck. Was ik al te laat, had ik al een switch live. Oh, sorry. Doe niet. Ik word echt genaaid, Iro. Op een schaal van 1 tot 10 word ik genaaid. Nee, ja, dat zou ik ook zeggen. Nee, serieus. Oh, nee, dan is het goed. Ik geloof er nog steeds niks van, maar dat maakt niet uit. We doen net... Jezus, die was ver. Je hebt hier ook zo'n challenge mode van, hè? Dat hoe ja, hoeveel bladzijden je kan halen, zeg maar. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel geniaal. Die wil ik wel doen. Nu wil ik die doen. Het is leuk dan deze... Nee. Eén coin. Oh, man. Fuck. Sick. Nu heb ik minder coins over dan zo net. 5 coins, wow. Ik had nog zo gehoopt dat ik 5 zou winnen. Ik ga echt zo bad. Ja. Ja, ik ook. Maar je hebt wel coole items, maar als je geen geld hebt is het lastig. Nee. Ik heb wel de slechter gestaan met mijn 0-0. Yeah. Nee Milan, jij mag niet lachen. Iedereen had mogen lachen, maar jij niet. Jongen. Met ik heb ook een keertje... Map. Ja, maar die Sander... Maps zijn ja, Sander, jij stond 0-0 op een baan waar je met 5 sterren begint. Yeah. Yo, ik heb daarna jou wel ook ziek hard ingemaakt in zo'n Chain Chomp Map, hoor. Dus niet zeker. Alsjeblieft. Okay, betalen jij. Ik weet zeker trouwens dat 9-3 staat.
Oké, vind ik prima. Soms twee. En niet 7-1. Heb je het potje 7-1. Van net meegeteld? Nee, dat niet. Oh, shit. Maar die telt ook niet. Alles die telt ook niet, want die heb ik niet opgenomen. Of iets. Ah. Dus, telt niet. Daarnaast heb ik die niet gewonnen en alleen de potjes die ik win tellen vanaf nu. Oh. Ja, nee, dat is even een nieuwe regel. Als je het niet erg vindt. Oké. Okay. Boom! 11! Ja, dat is op zich niet per se dat je zegt wow. Maar ook niet dat je zegt oh. Kaboom! 3 coins erbij! Lekker hoor. 10 huts! Ik heb niet eens een mushroom voor nodig. Oh, kijk mij eens toe doen. Ik doe het allemaal zonder mushroom. Oh, het is zo leuk hè, om Sander te triggeren. Bro. Ja, het is echt leuk. Superleuk. I love it, man. I'm loving it. I'm loving it. Yo, ben jij McDonald's? Want I'm loving it. Nee. Oh, wat kut. Echt kut. Nee. Dat is een goede pick-up line, gast. Ga niet zo doen. Misschien voor Rosalina, maar niet voor mij. Voor wie? Mario. Not voor mij. Oeh, weer een tegen 2. Dat toch nooit iets beter zijn dan Rosalina, want wat Rosalina is perfect. Oh nee. Beam! Oké, ik snap hem. Oh, wacht, ik ben die... Ik snap hem ook. Hè? Huh? We zijn die pixelated versions. Hé, waar raak je mee? Je mag niet Yoshi aanraken. Ah, heel raar. Heel spacey. Ik snap er niks van. Je moet gewoon naar links. Je moet gewoon Milan dotje. Nee. Hallo, waar zit je mij in te... Fucking sandwich dan. Auw. Ja, maar die Bowser Jr. en die Goomba waren ook... Nee, al... net dat hoekje. Net dat hoekje, die Bowser Jr. Oh. Peach, you can do it. Go Peach. Go Peach. Go Peach. Go Peach. Go Peach. Go Peach. Doe alsof het Mario is. Doe niet alsof het Mario is. Oh, nee. Wat is die hitbox? Was die raak? Oh, ik ben Luigi. Kijk me stoer doen. Oh. Oh, no change. Nee, goed dat het er nog even bij staat. Daar had ik nou niet. Speciaal voor jou, Sander. Ja, nee, dat is wel lief. Dat vind ik wel lief. Zijn van die lieverds bij Nintendo, volgens mij. Oh, well, ik heb Miyamoto wel eens gezien. Ja, ook nog net gewoon. Dat is echt een lieverd. Dat is echt gewoon een cute net. Guy. Ik haat de manier waarop ik gewoon laag gooi. Hé, hey, maar je hebt wel een ster. Ja, nog net. Ik had 3 gegooid. Ik had hem ook net, hè? Dus ik één gegooid. Oh, dat valt eigenlijk best wel mee, trouwens. Wat? Hey, wel één en laatste. Hey. Ja, Teun heeft niet zo'n goede dag. Nee. Volgend bordje beter. Precies. Ik heb wel een goede dag. Want ik ben met jullie in een call. Ah. Dat is best wel awesome, of niet dan? Echt wel, dat was echt cute. Ja, weet ik. Ben ik ook. Oké, nu ga je te ver. Oh, wat mooi dit. Oh, ben ik eerst? Oh, ja, maar... Oh, je hebt trouwens niet genoeg coins. Boeit niet, gast. Boeit niet. Weet je wat? Ik gun hem jou. Dat vind ik echt aardig. Nee, ik gun hem jou. Nee, ga nou niet zo doen. What the fuck, gast? Ik gun hem jou, toch? En dan ga je zo doen. Nou, nee, nu gun ik je hem ook niet meer. Jij bent zo vermoeiend, jongen. Of coins. Hoe vaak is dat trouwens in onze Pokémon-serie nu wel niet, zeg? Yo. Ik kan er ook niks aan doen dat jij niet tegen mij kan. Mm-hmm. Boom. Ik kan wel tegen jou. Katje. Wat? Dat is ziek. Dat heb ik nog nooit gehoord. Mijn oortjes vallen bijna uit. Oh, ja, dan snap ik wel dat je tegen hem kan. Nee, oké, nu klinkt het weer logisch. Dat is wel. Kaboom. Ja, dat wordt een moeilijke keuze. Oh, wacht, ik moet van oortjes switchen, ik hoor nu niks. Het wordt geen moeilijke keuze. Waar zijn mijn andere oortjes? Die half stuk zijn.
bij de elk nieuwe oortjes. Backup halen. Wat dacht je, Sander? Ik wil 2 keer langs de stem. Ja, maar dan kan ik hem 2 keer niet kopen en dan heb ik 2 keer 0. Oh, dat is nog steeds 0. Ah, shit. Hallo, ben ik weer. Jee. Dus ik kan me horen. Kijk, ik wil... Volgende keer... Luigitaan. Nee, dat is kut. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, je kan nog terug. Nice. Handig. Jazeker. Oh, nog maar 2 stap. Oh, die ster is gewoon precies voor je gegaan. Ja, ik wou de gok niet wagen. Nee, snap ik. Ik had ook bijna gefaald. Nee, maar 2 sterren, dat kun je niet... Ja, dat kun je alleen met 1 verneuken. Maar dat is echt 10% kans, gast. Wel accuraat... Nou, bij mij is die kans wel heel 80% als ik een 1 gooi. Man. Dat kan niet. Nou, ik heb het al een paar keer 1 gegooid. En 2 en 3. Ja, maar dat... maakt de kans niet uit. Ik kan alleen maar 1. Die shiny Wooloo sloeg trouwens helemaal nergens op, hè, dat me ruim 3000 encounters kostte. Ik ben blij dat je me hebt, gast. Waarom doe je nou zo gemeen tegen die shiny Wooloo? Je hebt hem tenminste. Waarom ga ik nou naar rechts? Dan gaan we weer opnieuw. Oh, ga je... Ik ga nog ja, nou, zo nee. Maak je wel dingen als dingen daaroverheen moet. Oh, ja, ik sta nog veilig. Eigenlijk... Ja, je ziet vanzelf wel wat er gebeurt. Ik sta nog veilig. Ja. Oeh, ik wil die skeleton key. Ja, dat snap ik. Die skeleton key is echt hot. Ik kan niet al te hard doen. Oeh! Oh, nee, toch nog iets. Oeh, net niet. Close. Nee, maar je kunt nu wel kiezen tussen 1, 2 en 3. Ja. Jottem. Het is net MPO, je kunt kiezen tussen 1, 2 en 3. Mm. En dan hebben we het op. Mm. Milan is heel blij met zijn 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Snap ik ook wel. X-ray PD, laten we die maar doen. Ah. Ja. Wat is X-ray messy PD? Messy memory. Ja, memory game. Als je mes. Oh, deze is leuk. Dan moet je van tevoren moet je de kamer bekijken en dan moet je daarna deze kamer opnieuw op. Opbouwen, zeg maar. Laten we eens kijken. Ik wil dus niet naar werk. Ik ben nu al kwijt. Dat is kut. Nee, oké. Okay. Memory, doe even je best. Oké. Okay. Ik weet alleen nog maar de eerste rij. Return to the item shops. Oh. What the fuck? Oké. Okay. Ik weet alleen de bovenste rij. Dat ja, kut. Ik ook. Dat is echt kut. Okay. Ik denk dat deze hier was. Ik kan wel met afkijk. Ik doe gewoon met afkijk. Ik weet het echt niet meer. Ja. Ik heb het verkeerd om, denk ik. Oh, okay, wacht. We gaan zo kijken of het goed is. Oh. Oh. Ik heb het rip. Sander heeft hem allemaal goed, volgens mij. Yes. Ja. Had je afgekeken bij mij, Sander? De onderste rij misschien. Nee, grapje. Ik heb namelijk alleen dingen... wist ik niet meer. De petten van Mario en Luigi. Die wist ik niet meer. Ja, ik zie het. Wow. Ik zie het, wauw.